Vandaag is het pizzadag. Ik ga jullie laten zien hoe makkelijk het is om een lekkere verse pizza te maken. Schenk 1 liter lauw water in een kom en voeg het zout eraan toe. Voeg al roerende de gist toe. Mix het goed door elkaar totdat het zout is opgelost. Strooi de bloem op het aanrecht en maak een klein kuiltje. Giet het water met het zout en gist erin en meng het beetje bij beetje door elkaar. Als het deeg wat steviger wordt, begin dan met kneden. Leg het deeg in een kom en dek het af met een vochtige theedoek. Laat het nu 2 uur rusten, zodat het kan rijzen. Voor deze pizza gebruiken we Schelderlanderham. Om hier meer over te weten te komen, ben ik langs geweest bij Rob van Velzen. De Schelderlanderham is ontstaan doordat ik in aanraking gekomen ben met mensen die het zeewater filteren en die daar toepassingen voor zochten. En ik zag eigenlijk wel een mogelijkheid om er vleeswaren mee te produceren. De Schelderlanderham maken we van een mooie koburger die we zouten met het Oosterscheldewater. Daarna een paar dagen laten rijpen. En dan gaan we hem afkoken in de ketel en dan maken we hem winkel klaar. De smaak van de ham is heerlijk zilt en mooi gezouten, terwijl dat er toch niet zoveel zout in zit. Het is zeker een uniek product. We hebben er zelfs patent op verkregen, dus uit het vernieuwingsonderzoek is gebleken dat er nog niemand volgens deze receptuur werkt. Wij zien de toekomst van de Schelderlanderham zeer rooskleurig, omdat van het Rijk uit de zoutreductie erg wordt toegejuicht en dat wij hier op een natuurlijke wijze aan kunnen voldoen. Snijd de pomodoritomaat en de shallotjes. Snijd de knoflook fijn. Doe wat olie in een pan en fruit de shallotjes en de knoflook aan. Voeg de pomodoritomaat toe, samen met het water en de basilicum. Nog wat zout en peper en vervolgens alles goed pureren tot een saus. Strooi wat bloem op het aanrecht en kneed nog heel even het deeg nadat het gerezen is. Rol het deeg uit in een ronde vorm en zorg ervoor dat het overal even dik is. Smeer met een grote soeplepel de tomatensaus uit over de pizza in een ronddraaiende beweging. Strooi de kaas over de pizza, de pomodoritomaat en tot slot de Schelderlanderham. Nu kan het 10 minuten de oven in op 220 graden. Als finishing touch leggen we nog wat verse rucola over de pizza en een klein scheutje olijfolie. Nu heb je gezien hoe je makkelijk en snel een pizza kan maken. Wil je het recept nog even nalezen of andere afleveringen bekijken? Dat kan op www.zeeuwsekost.nl. Tot volgende week!